Vis gegeten of stiekem binnenshuis gerookt? En wil je van die vieze geurtjes af? Dan gebruik je misschien wel eens een luchtverfrisser. Maar die zijn niet zo fris als ze lijken. De oplosmiddelen uit deze verfrissers dragen namelijk bij aan luchtvervuiling. Ook voor je stofzuiger of je vaatwasser kun je geurproducten kopen. En ook dit zijn luchtverfrissers met een beetje parfum en een boel oplosmiddel. Volgens de reclame nemen de luchtverfrissers vieze geurtjes op. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ze maskeren de vieze geur met een ander luchtje. Al die frisse nepgeurtjes zijn goed voor een boel oplosmiddelen. En dat belast het milieu. Hoge concentraties oplosmiddelen in huis zijn bovendien slecht voor je gezondheid. Je kunt last krijgen van je ogen of je ademhaling. En als je huis goed ventileert, zijn ze niet schadelijk. Maar met een raam open heb je natuurlijk ook helemaal geen luchtverfrisser nodig. Vooral luchtverfrissers uit spuitbussen bevatten veel vluchtige organische stoffen. En die dragen bij aan smogvorming. Minder oplosmiddel zit in pompjes of vernevelaars. Koop dus liever een pompje dan een spuitbus. Producten die continu een beetje geurstof verspreiden zijn verkrijgbaar als gel of op elektriciteit. Luchtverfrissers op basis van een gel zijn het minst milieubelastend. Op internet circuleren allerlei huismiddeltjes. Bakjes schoonmaakazijn of bakingsoda zouden geurtjes absorberen. Maar scheikundigen geloven daar niet in. Wel effectief is het afsteken van een lucifer op het toilet. Want die onwelriekende vluchtige gassen verdwijnen dan door de warmte en de zuurstof in de lucht.